Waarom zijn we hier vandaag? We zijn hier vandaag omdat onze meiden die sluiten het seizoen nu af en die zijn genomineerd als leukste team van Nederland. Dus dat vieren we een beetje vandaag. Hoe is het seizoen gegaan? Goed. Ja, heel goed. En heel leuk ook. Hebben jullie een beetje veel gewonnen? Ja. Alles, behalve in de zaal. Dus we zijn 3 keer kampioen geworden. Waarom zijn jullie het leukste team van Nederland? Het is sowieso een heel enthousiast team. Het zijn echt 10 enthousiaste meiden bij elkaar. Het is eigenlijk altijd gezellig. En ze weten op het goede moment wanneer ze moeten presteren tijdens de wedstrijden. Maar ze weten ook wanneer ze het gezellig moeten hebben. Waarom zijn jullie dan zo leuk? Is er een geheim? Gewoon altijd plezier maken en niet te serieus. En gewoon lol maken. We zorgen gewoon goed voor elkaar en passen goed over bij de hockey. Ja, en aan het begin toen was het nog eventjes kijken hoe iedereen speelde. En daarna toen waren we echt een team geworden. Niet dat iedereen voor zich ging, maar we wisten hoe iedereen speelde. En zo gingen we overpassen. We hebben ook veel geleerd dit jaar. En alles gaat nu ook een stuk beter dan het begin van het jaar. Wij zijn Rotterdam, ken je dat die Rotterdam? Hey! Jullie Jel, hoe zijn jullie daarop gekomen? Nou, we wisten aan het begin eigenlijk niet wat voor Jel we moesten doen. En toen uit het niets kwam deze Jel. Zijn jullie blij met de Jel? Ja, heel erg. Want ja, pas wel bij onze club. Ja, want wij zijn Rotterdam. Hoe kunnen wij dan horen dat jullie zo Rotterdam zijn? Komt dat door jullie accent? Sommigen zeggen ook gewoon, kan je dat niet horen? Ja, ook heel veel mensen zeggen ook, ken je dat niet horen? Dan kan je wel een beetje zien dat we Rotterdam zijn. En wat gaan jullie vanavond doen? Oplopen bij Oranje. Vinden jullie het spannend? Ja, spannend. En een beetje, want ja, je gaat natuurlijk echt voor best veel mensen die ook op tv kijken. En maar ik denk dat we het vooral gewoon heel leuk vinden. Ja, heel leuk.